speciale reden voor waarom jullie er zo uitzien? Vandaag vieren we de dag van de Vrouwendag. Feest wat op 8 maart plaatsvindt. En straks ga ik samen met mijn collega modeshow lopen. Dus vandaar dat ik er zo uitzien. We zijn heel erg blij dat we dit mogen doen. En dat we ook de kans geven aan vrouwen om hun jurken te promoten. Ja. Want je zegt je wilt de kans geven voor vrouwen. En als jij als vrouwen hier naartoe komt, wat moeten zij voelen als zij deze jurken zien bij jullie? Ja, gewoon om te doen waar je zin in hebt en waar je van houdt. En gewoon om te blijven stralen, om te blijven doorzetten. En gewoon doen waar je zin in hebt inderdaad. Dus dat is het. Wat ik heel erg belangrijk vind, en samen met de organisatie, is dat we vrouwen en meiden een plek kunnen bieden om hun talenten met ons te delen. En daarnaast is het samenkomen van vrouwen is gewoon belangrijk. Zusterschap is belangrijk. We moeten bij elkaar komen en die liefde met elkaar delen. We hebben eerst deze week met de bus zijn we door heel Utrecht gaan rijden om te inventariseren of de burgers van Utrecht wel weten wat 8 maart is. Nou, bijna niemand behalve de buschauffeur, maar die wist ook dat hij jarig was. En dat hij dat eigenlijk een stuk belangrijker vond. Maar het was leuk dat we gewoon, sommigen wisten het wel en sommigen wisten het niet. Maar vooral de voorprogramma wat we hier doen voor de vrouw, die altijd maar hard werken, de moeders, de dochters. En we hebben eigenlijk niet door wat we eigenlijk per dag doen, want we doen maar wat. En als we gaan nadenken wat we doen, weten we het niet, maar ondertussen doen we alles. Kun je iets vertellen over de kleding? Is het bruidskleding of gewoon feestkleding? Nee, dit is echt een bruidskleding. Zij is ook Nkeva. Dat houdt in dat ze fysicist is. Dus wil je deze jurk aan op je bruiloft, dan moet je Sienna vet inhuren. En hoe lang duurt het ongeveer voordat je zoiets aan hebt? We waren ongeveer om 12 uur begonnen en ik was rond een uurtje of 4 uur klaar. Wow, dat klinkt als heel erg veel werk. Ja, klopt. Maar het is de moeite waard. Je trouwt natuurlijk maar 1 keer, hopelijk. En als jij gaat trouwen, ga je dan ook zo'n jurk dragen? Zeker, ja. Ik heb begrepen dat u de vrouw bent achter deze prachtige kleding. Ja, dat ben ik wel. Ik ben Fuzia Rodenburg. Ik ben designer. Ik heb de design gestudeerd in Frankrijk en in India. En ik maak mijn eigen design en de meeste doe ik in India en dan blijf ik daar 1 maand voor een nieuwe collectie. Elke 3 maanden moet ik een nieuwe collectie. Voor wie zijn deze jurken bedoeld? Ook voor de gewone vrouw? Mag voor iedereen. Het is Marokkaans cultuur en gemixt met Westen. Dus dat moet niet te veel Marokkaans, want wij zijn in Nederlands hier. Dus 2 culturen in 1. En dat eigenlijk bepaalt de designer en ook degene die maakt knippen, zeg maar, stitiek. En bijvoorbeeld Mimond of iemand anders die maakt stitiek. En die design moet eigenlijk van West en Oost. Zo past het wel een beetje bij Internationale Vrouwendag in Nederland. Ja, zeker. Ja, tuurlijk. En dat vind ik heel leuk van de dames om te zien wat is de laatste collectie van fashion. Van de design voor 2015. Is dit de eerste keer dat jij Internationale Vrouwendag viert? Het is de eerste keer en ik vind het helemaal geweldig. We hebben maandenlang zaten we het organiseren en we wilden het allemaal zo strak mogelijk liep. En het is echt, als je ziet hoe geweldig het is echt super om te zien hoeveel vrouwen hierop af zijn gekomen. En ook jonge meiden. En het is gewoon echt 1 familie en dat is gewoon geweldig om te zien. Want als ik zo kijk, ik had begrepen dat het 300 mensen zouden moeten zijn, maar dit zijn er enorm veel. Ja, inderdaad. We gingen ervan uit dat het 200 tot 250 zouden worden, maar op een gegeven moment moest er een zaal bij. Dus zoveel mensen waren er gekomen en het is zo leuk om te zien.